voor hem. Mordechai Crispijn. Wappies, laat je horen! Er is al nog één. Dankjewel, lieve, dankjewel. Er is al wat. Jij zat ook in de bus. Wil je erover praten? Oké, mensen, meer dan 400 dagen geleden begon deze gekte. Vrijwel niemand had op dat moment enig idee wat er gaande was. En de meeste van ons gaven het voordeel van de twijfel en we bleven binnen. En hoewel sommigen voelden dat er iets helemaal niet klopte, deden ze gewoon braaf mee, 6 weken lang. En wat gebeurde er? De maatregelen werden strenger. Inmiddels zijn we meer dan 400 dagen verder, is een heel groot deel van Nederland en de wereld ontwaakt. Wakker geworden, maar nog niet iedereen. Afgelopen week sprak ik met een van mijn beste vrienden af. Voor het gemak en voor de privacy noem ik hem even D. D en ik kennen elkaar al bijna 40 jaar. En D is zonder enige twijfel de meest intelligente persoon die je kent. Maar intelligentie blijkt iets anders dan wijsheid. Maar zoals echte vrienden houden we van elkaar en respecteren we elkaar. En D had de uitzending gezien van Filemon en liet mij weten dat hij vindt dat ik het op een hele mooie en rustige manier weet te vertellen, maar dat hij het totaal niet met me eens is. En op de vraag die ik hem stelde of hij zich had laten inenten, voor het gemak noemde ik het voor hem vaccineren, antwoordde hij volmondig, absoluut. Maar waarom, zei ik. Hij zei, ik wil niet ziek worden. Heel simpel. En daarop stelde ik hem een aantal standaardvragen die wij als gemiddelde wappie gewoon inmiddels uit onze mouw schudden. Weet je wel hoe hoog het IFR-getal is? Nou, had geen idee. Weet je wel hoeveel mensen zeer ernstige bijwerkingen krijgen met de dood tot gevolg? Ja, maar dat heb je altijd wel een beetje. Weet je dat er wetenschappers zijn die waarschuwen voor de mensen die zich laten inenten, dat straks degene zijn die de grootste mutaties gaan verwekken? Weet je dat dit hele programma zich in fase 3 bevindt en dat de FDA geen goedkeuring heeft gegeven? Dat is iets anders dan het tijdelijk goedkeuren. Dat is wat er met de FDA aan de gang is. Dat wist hij allemaal niet. En toen ik hem vervolgens vertelde over een groot onderzoek onder fretjes, dat zijn die diertjes op wie ze dit testen, dat er nog nooit een mRNA-vaccin is geweest, of een injectie, waarbij fretten minder ziek werden na de vaccinatie. Ze gingen allemaal dood namelijk. Dus we zitten met z'n allen in een levensgevaarlijk experiment. En dan hebben we het niet over onze vrijheden. Maar ik vertelde D over Klaus Schwabi en zijn boek COVID-19 The Great Reset. En mijn vriend had er wel een beetje van gehoord, maar hij is totaal niet overtuigd dat dit plannetje van Klaus Schwab ten grondslag ligt aan deze crisis. Bijzonder, want we zitten er middenin. We bleven het respectvol met elkaar oneens en het werd verder een mooie ontmoeting. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn om van elkaar te kunnen houden. Terug naar onze vrijheden. Afgelopen week werden weer heel veel mensen wakker. En zo ook onze grote vriend Wim Voermans. Deze hoogleraar staats- en bestuursrecht, die riep maanden geleden dat die spoedwet 3 maanden zou duren en heel misschien 1 keertje verlengd zou worden. En Jort Kelder was het toen met hem eens. En afgelopen week gaven ze toe dat ze het mis hadden. De wappies hadden gelijk. En hoewel de naam Wappie natuurlijk bedoeld is om ons, andersdenkende, op een denigerende manier weg te zetten, zijn wij er steeds meer trots op. Wij maken ons namelijk niet druk op wat de wereld van ons denkt. Het maakt ons niet uit als we een supermarkt binnenlopen en iemand vraagt ons waar ons mondkapje is gebleven. Ik heb al een keer gezegd, wil je me helpen zoeken? Maar hoe komen we hieruit? Als je het mij vraagt, mensen, zijn er nu op dit punt in de tijd 2 mogelijkheden. Of we worden op een dag wakker en we horen dat er een aantal kopstukken worden gearresteerd. En die kopstukken zouden wel eens de domino kunnen stenen zijn van dit hele lang doordachte spel. Daarna, in het eerste scenario, zal het niet lang meer duren voordat er een Nuremberg 2 wordt opgericht. En leiders van en medewerkers aan deze machtsgreep zoals Schwab, meneer Biden, maar ook Rutte, De Jonge,
Kaag, Grappenhaus, Halsema, Van Zanen. De lijst is inmiddels te lang. En als dit eerste scenario zich ontvouwt, zullen deze mensen heel, heel lang achter de tralies zitten en lang geen daglicht meer zien. Scenario 2. Hey, kijk, onze vrienden komen terug. Scenario 2. Mensen, ik wil je dit vragen. We leven in een vrije wereld. Als iemand een oproep plaatst op Telegram of waar dan ook, en jij hebt de behoefte om te gaan lopen, dan ga jij lopen. Als jij de behoefte hebt om te blijven staan, dan blijf je staan. We hebben allemaal een vrije wil. Dus laten we de mensen die zijn gelopen niet veroordelen. Allemaal welkom, kom maar bij. We zijn één grote eenheid. Mensen, het spel van de macht is het spel van verdeling. Blijf je vooral verbinden. Totdat deze strijd gemeden is en gewonnen is, zijn alle mensen met een andere gedachte, maar met hetzelfde doel vrijheid, je allerbeste vriend. Al die meningsverschillen vechten we na die oorlog wel uit. Scenario 2. In dit scenario vinden er voorlopig geen arrestaties plaats en staat er geen leger klaar om ons te bevrijden. In dat geval zijn wij, jij en ik, de bevrijding. En die kans is groot, heel groot. Want die kans dat wij het zelf moeten doen, wordt iedere dag groter. Want wij blijven nee zeggen. Nee tegen mondkapjes. Nee tegen PCR-testen. En nee tegen mRNA-injecties. En we zeggen vooral ja tegen verbinding. We zeggen ja tegen liefde. En we zeggen vooral ja als het gaat om waarheid. En we zeggen ja als het gaat om verbinding en ook vertrouwen, want verlies nooit de hoop. Wij doen simpelweg niet meer mee aan deze gekte en we gaan het zelf doen, mensen. En een mooi voorbeeld is de BPOC. Wie van jullie kent de BPOC? Dat begon met één idee van een vader en een dochter. Eén idee, mensen. Heb je enig idee hoeveel impact dat heeft? Dit is de buitenparlementaire onderzoekscommissie en ze werden in het begin een beetje weggezet als gekkies. En inmiddels hebben er meer dan 80 agenten hun verklaring afgelegd. Zij doen wat het Openbaar Ministerie en de Rijksrecherche nu nalaten. En ze doen het zo goed dat ze zelfs tevoorschijn zijn gekomen in het rapport van de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding. Dat is een heel groot compliment aan de BPOC. Dus vergis je niet, mensen. Ik weet dat er heel veel mensen rondlopen met ideeën. Heb je een idee? Doe er iets mee. En het is niet voor niets dat idee bij jou terechtkomt. Maar zo zullen we onze eigen scholen ook gaan oprichten, waar kinderen vrij zijn om hun eigen talenten te volgen en op hun eigen manier een bijdrage te leveren aan deze maatschappij. We gaan onze gezondheidszorg zelf regelen. Maak even een kleine rekensom, mensen. 1000 mensen die iedere maand 100 euro in een pot stoppen is 1,2 miljoen per jaar. Hoe ziek moet je worden om dat niet te kunnen draaien? Yeah. Wij gaan dit soort corporaties kunnen we gewoon zelf oprichten. We stappen gewoon allemaal uit dat verplichte ziekenfonds. Yeah. Wij gaan zelf voor ons voedsel zorgen op onbespoten en onbewerkte grond en weg uit deze gifmenging. Yeah. We gaan voedselbossen opzetten en leren van de mensen die dat tientallen jaren hebben gedaan. Het kan allemaal zoveel beter. Daar hebben wij dat machtskartel wat in Den Haag zit echt niet voor nodig. Nee. En heb vertrouwen, mensen, want natuurlijk zal er weerstand zijn en dat gaat niet vanzelf. Maar wij die in vrijheid leven zijn altijd creatiever. Als zij ons censureren, starten wij onze eigen kanalen. Een mooi voorbeeld aan Black Box. Als ze het internet blokkeren, onthoud deze. Als ze het internet gaan blokkeren, zetten wij de drukpersen weer open en gaan we deur aan deur flyers verspreiden tot iedereen wakker is. Yeah. Voor iedere één die ze opsluiten, zullen er 2 ontwaken en in opstand komen. En er is goed nieuws, mensen. Tienduizenden mensen zijn ons al voorgegaan. Er zijn ecodorpen en er zijn mensen die dit systeem al lang zijn uitgestapt. Wat ons nu te doen is al die initiatieven in kaart brengen en met elkaar verbinden. Dat is de enige missie, mensen. Verbinding, verbinding, verbinding. Laat je niet splijten.
De wereld die we dan samen zullen creëren is een wereld vanuit liefde en waarheid. En die wereld zal zo aantrekkelijk worden dat alleen daarom al heel veel mensen zich zullen gaan aansluiten. En gisteren, mensen, stuurde die beste vriend van mij, Day, mij een foto. Hij had het boekje van Klaus Schwab in zijn handen en hij is begonnen met lezen. Dit gaat, mensen, één voor één. Heb vertrouwen. Jij plus één verandert de wereld. Dank jullie wel. Tot de volgende keer. En een heel groot compliment en applaus voor Michel Reijinga.